een opdracht maken met BubbleAS en Wordle. BubbleAS is bedoeld om met z'n allen mindmappen te maken. Mindmaps zijn, zoals we weten, erg handig om bijvoorbeeld de kennis van een klas te meten over een onderwerp, de ideeën in een klas te meten over een onderwerp, maar je kunt er bijvoorbeeld ook een samenvatting mee maken. Wat zijn nou voordelen van BubbleAS? Het is natuurlijk gratis, het is online, terwijl Web 2.0, en het is overzichtelijk. Je bent geen uitgebreid, uitgebreide training nodig om ermee te leren werken. Het gaat gewoon vrij makkelijk. Wat is jullie opdracht? De opdracht is dat jullie een opdracht moeten maken waarbij leerlingen Babbel as gebruiken om samen een onderwerp te verkennen. Geef of laat leerlingen ook een waarde geven aan bepaalde woorden. Verzamel deze meest genoemde en nog belangrijkste termen. En verzamel de boel in een wordcloud. Hoe werkt BubbleUs? Je gaat naar de website Bubble.as en je maakt een gratis account aan. Als je eenmaal ingelogd bent, kun je een nieuw sheet beginnen en vervolgens kun je aan het werk. Standaard zal er al een 1-bubble uh, staan. Als je op die bubbel gaat staan, kun je de kleur veranderen. Je kunt de kleur van de tekst veranderen. Je kunt de grootte van de letters veranderen. Je kunt twee verschillende vlakken met elkaar verbinden of je kunt hem deleten. En je kunt natuurlijk klikken en slepen zodat je hem ergens anders neerzet. Door rechts op een, door onder op dit vakje te klikken, krijg je een nieuwe eronder. En als je op de rechter klikt, krijg je een compleet nieuwe. Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: en op deze manier maak je zelf een heleboel bubbels. Als je dit eenmaal hebt gedaan, zul je een groot overzicht hebben. Je kunt dit bewaren. Je kunt het bijvoorbeeld ook exporteren als een plaatje of als een website. Je kunt het printen enzovoort. Om het voor leerlingen tot een mooi geheel te maken, is het leuk om de gegevens in WordCloud te verzamelen. Daarvoor gebruiken we Wordle. Je gaat naar de website Wordle.net. Je hoeft geen account aan te maken. Je kunt gewoon klikken voor. Create, waarin je alleen woorden invoert, maar wij willen graag dat sommige woorden groter zijn dan andere die vaker genoemd zijn of belangrijker zijn. Je kiest dus voor Advanced. Vervolgens staat er hoe je het moet doen, of je kunt nog geavanceerder en er ook kleurcodes bij pakken. Dit zijn, deze codes komen uit de hex color table. Als je Hex Color Table googelt, krijg je wel hele lijsten vol waarin die kle deze kleurcodes allemaal staan. Hoe hoger de waarde, hoe vaker een woord is genoemd, hoe groter deze worden. Zo'n Word Cloud ziet er dan uiteindelijk als volgt uit: als voorbeeld plak ik even wat waarden erin die we al eerder een keer hebben opgeslagen. Vervolgens klik je op Go. En Wordle maakt voor jou een WordCloud. Je zult heel even moeten wachten naar hoe snel je internetverbinding is. En hier zie je WordCloud al tevoorschijn komen. Wordcloud is een mooie manier om aan leerlingen te laten zien. Welke begrippen zij dan het meest waangeven, welke het vaakst wordt genoemd en welke zij het meest belangrijk vinden? Heel veel succes met deze opdracht!